Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond, mijn naam is Floortje. Een andere locatie en een nieuwe presentator, maar dit is nog steeds het weekoverzicht. Vijfde Jacht Koningsdag pakte dit jaar nog groter uit als voorheen. Met een nieuw podium en 40.000 oranje feestgangers was het weer een goed feestje. Onze verslaggever René ging op pad om de sfeer te proeven. En hoe dat ging, dat zie je nu. Nou Menno, hoe is de sfeer hier? Verschrikkelijk. Heel negatief. Nee, de sfeer is weer vast van ouds. Weet je. Het weer is even een beetje af en toe strijden. Soms een beetje regen, soms wat koude wind. Maar iedereen heeft het waanzinnig naar zijn zin. En nu is het al het zesde jaar dat jullie hier staan. Wat is volgens jullie de succesfactor? Ik denk toch wel een beetje ook waar we zijn, Brabant. Toch? Het zit gewoon echt, het feestvieren zit gewoon in een soort... Wij zitten hier in het water of zo. Dat mensen gewoon ervan houden om met z'n allen een feestje te vieren. Dat voel je gelijk hier op het veld. En we... Nou, ik heb hem eigenlijk gestolen vanavond. Maar, die van de Action, toch? Ja, Action, 2 euro. Action. Ja. En aan de andere kant ook. Ja, dit is superleuk. Dank je. Alsjeblieft. Hey Willem, ik hou van jou en een biertje op jou. Jongens, is het een beetje gezellig? Nee, zeg niet gezellig. Nee, waarom niet? Ja, weet ik ook niet. Welke act vonden jullie nou het allertofst van vandaag? Snollebollekes! Sowieso! Van links naar rechts? Ja. Gewonden gevallen? Nee, gelukkig niet. Nee. Wat maakt deze dag nou zo leuk? Alles! Dat we met elkaar zijn! De gezelligheid met z'n allen. Ja. Ik zeg de cameraman. Nou, heren, jullie zijn momenteel bezig met je theatertour. Hoe is het nou om dan weer op een festival te staan? Nou, dat is wel in ieder geval met een stuk minder... muzikanten, we staan in theaters met z'n dertienen. Dit is weer ouderwets rock'n'roll. Wel, de blazers hebben we wel bij ons, maar de strijkers niet. Maar muzikaal brengen we altijd het vuurwerk met ons mee natuurlijk. Maar dit is de eerste van het jaar, dus het is wel spannend, leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf lang in Breda gewoond, heel even weg geweest. Maar het is me wel heel fijn om gewoon weer terug te zijn. Ja. Het is fantastisch. Hebben jullie iets met Breda? Oh ja, ik moet zeggen dat ik Breda, we spelen graag. Je hebt een festival hier, Breda Barst. Dat vind ik sowieso een erg tof festival. Ik heb nog een tatoeage hier gezet bij Bunker. Ik ook. Bunker Tattoo. Ik ook hier. Ja. Jullie hebben altijd wel een reden om te zuipen, er is altijd wel iets hier. Wil je nog iets zeggen of misschien zingen voor onze koning? Kom maar. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik wou dat je in augustus jarig was. Dan was het waarschijnlijk wat warmer. Lex, je bent nou 10 jaar. Ik zou heel graag willen dat je gewoon weer terugkomt. Waar ben je? Geholpen. Hoi Lex, je bent weer terecht. Ja. Waar was je? Hier. Hier. Dus mama heeft gewoon niet goed gekeken. Oh, hij was een smoothie halen. Niet alleen op het Chasséveld was er een oranje feestje, maar ook op de Vrijmarkt in het Valkenbergpark was er feest. Hier kon je op zoek naar allemaal tweedehandse pareltjes. Hartstikke vroeg eigenlijk, maar de sfeer zit er al dik in. Hoe laat waren jullie al hier? We waren hier al om 10 uur. 10 uur. En nu? Ja, ook een uurtje of 10. Eerst met de auto de spullen gebracht en nu verkopen. Hè? Dat gaat goed. Ja, even gewacht tot het een beetje droog was vanochtend en daarna lekker door. Dus helemaal goed. Hoe gaat het vandaag? Nou goed, de zon schijnt weer, dus we zijn weer aan het verkopen. Heeft u al veel verkocht? Nou best wel, veel kleertjes en wat speelgoed van de kinderen. Je staat hier wel lekker onder de tent trouwens. Ja. We wisten dat het ging regenen, dus we dachten we moeten even een tentje erbij hebben. Dat is goed geregeld. Bent u hier als verkoper of als consument?
Nee, als consument. Ja, verkopen, nee, dat doen we nog niet. Misschien over een tijdje, als zij wat groter is, ja. Als ze wat meer dingetjes heeft die weg kunnen. Precies, ja. Ja, nee, het is nu voornamelijk een beetje kopen en consumeren. Hebben jullie al wat dingetjes al wat aankopen gedaan? Wat leuk. Ja, een bal en een fluit. Maar nou, ze waren hier mooi aan het spelen en dus ze wilden graag meedoen, dus hebben we een fluit gekocht, ja. Dat is een hele goeie inderdaad. Ja, top. En nu ook al? Nee, ja, een biertje. We hebben de biertjes. En hoeveelste is dat? De tweede, dus het valt mee. Het valt mee. Ja, ja, ja. Het is nog vroeg, hè? Nog vroeg. Ja. En voor jou ook de tweede? Ook de tweede, ja, precies. Ja, 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 ik doe mee, ja, ja. Wat nou als u iedereen op de hele wereld koning zou kunnen maken, behalve uzelf? Wie zou dat zijn? Een koning die ik dan zou kunnen maken is niemand minder dan Frenkie de Jong. En waarom? Want die gaat met ons Nederlands elftal weer grote toernooien brengen en mooie successen. Daar ben ik het helemaal mee. Dat vind ik een hele mooie. En voor u? Ik vind Willem het wel goed doen. Hij mag blijven voor mij. De sfeer zit er vandaag al flink in. Het is natuurlijk een feest. Ja. Hoe ervaart u het vandaag? Nou, hartstikke leuk. Ik hoor bij de Sammermensen hier in het park optreden. En dat is altijd heel sfeervol. En dat doen we elk jaar. Dus ja, leuke locatie, heel sfeervol. Wat is nou jullie allerbeste Koningsdag herinnering? Koninginnedag eigenlijk was het vroeger. Nou, toen Beatrix koningin werd, hè? Dat was ook op diezelfde dag. Dat vond ik het meest indrukwekkend. En ja, dat was minder een buitengebeuren. Ik ben een paar keer ook in Amsterdam geweest. Dat vond ik ook een hoogtepunt om dat een keer mee te maken met Koninginnedag. Vind je eigenlijk dat Willem-Alexander ook langs moet komen? Zeker. Ja. Kijk, Breda is dé oranje stad van Nederland. Ja. Willem van Oranje is vanuit Duitsland hier komen wonen. En getrouwd met Johanna van Polanen, de vrouwen van Breda. En zo zijn de Oranjes hier terechtgekomen. Dit is de bakermat. Komend weekend staan we allemaal weer even stil bij alle slachtoffers die zijn gevallen voor het strijden voor onze vrijheid. Deze week gingen wij de straat op met de vraag: wat betekent vrijheid voor jou? Voor mij? Ja, de vrijheid om te staan en te gaan en te spreken wanneer en waar ik wil. Echte vrijheid is niet alleen meningsuiting en recht hebben om alles te zeggen wat je wil. Echte vrijheid is gewoon je niet bedreigd voelen. Dat is echte vrijheid. Dat iedereen elkaar respecteert en dat je gewoon kan doen wat je wilt. En wat is dan een voorbeeld van doen wat je wilt? Ja, ik denk gewoon ongeacht geloof of andere dingen, dat je gewoon moet kunnen zijn wie je bent. Wat betekent vrijheid nou voor jou? Vrijheid is dat je mag doen en zeggen wat je wil. Ja. Kun je daar misschien een beetje over toelichten? Over toelichten? Dat ik kan doen wat ik wil, dat er geen dingen zijn die ik in principe niet extra zou mogen, in vergelijking met andere mensen. Ik zit op een multiculturele school en dan zie je wel dat je met iedereen goed overweg kan. En daarnaast gewoon ook buiten, trek ik ook veel met mensen op. Gewoon verschillende geslachten, afkomsten, maakt allemaal niet uit. En dan heb ik gewoon respect voor iedereen, hoe degene is. Ongeacht geaardheid, geloof, huidskleur, donker, blank, is niet zo'n probleem. Ik vind dat het gewoon moet kunnen. We moeten zeggen wat we willen. En wat je hartje wilt zeggen, dan moet je gewoon zeggen, je weet toch? Je moet niet denken van, ja, als ik dit zeg, dat kan er misschien een probleem zijn. Nee, doe gewoon wat je zelf wil en voel jezelf vrij, want we zijn hier in Nederland. Vrijheid van meningsuiting. Je moet gewoon zeggen wat je wil, man, bro. Mijn vrijheid is mijn pensioen. Is dat misschien een beetje... Ik heb net mijn pensioen, dus dat is mijn vrijheid. De Haagse Markt in Prinsenbeek gaat op de schop. Het is de bedoeling dat er hier een plek wordt gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en evenementen georganiseerd kunnen worden. Onze wethoudster Mirjam Haag droeg zelf ook haar steentje bij. Nou, we staan hier omdat we vandaag echt starten met de werkzaamheden om hier op de Haagse Markt eigenlijk een hele verandering teweeg te brengen. Dit is een hele mooie plek in het dorp, midden in het dorp. Veel mensen kennen het en eigenlijk staat het hier altijd vol met auto's. Terwijl de bewoners, maar ook de ondernemers, heel erg behoefte hadden aan een plek waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Waar je verschillende activiteiten kan doen. En daar was het plein niet voor ingericht. Dat idee komt voort uit de visie die de dorpsraad hier heeft op laten stellen. Samen met het bedrijf Urban Synergy. En die hebben de hele centrum van Prinsenhagen hebben die, bekeken. Ja, hoe dat ze dat eigenlijk als wens zouden willen hebben. Dat is heel positief ontvangen door de politiek. En die heeft maart vorig jaar heeft die daar geld beschikbaar voor gesteld. Om de markt als het speerpunt van Prinsenhagen aan te mogen pakken.
Ja, want je hebt net zelf ook letterlijk je eigen steentje bijgedragen aan de bouw of verbouwing. Hoe ging dat? Fantastisch, voor alles een eerste keer. Dus ik had het nog nooit gedaan. En het is altijd leuk om even fysiek ook een stukje bij te mogen dragen. In dit geval is het een stukje afbreken eigenlijk van wat er was en hoop ik iets heel mooi nieuws. En ja, het materiaal wat we hier weghalen is op zich nog vrij goed. Dus dat gaan we voor een heel groot deel weer hergebruiken. Maar nou, ik heb wel respect voor die mannen die iedere dag dit soort werk doen. Wat gaan we straks allemaal zien? Nou, de komende 6 weken in ieder geval een hoop rommel. Ja, de komende 6 weken is de aannemer hier druk bezig om eigenlijk het hele plein te reconstrueren. Wat is het doel? Dat hier meerdere evenementen gehouden kunnen worden. Het wordt dadelijk allemaal op één niveau. Ja, daar waar nu de trottoirs nog hoger liggen, komt het hele plein eigenlijk op één niveau te liggen. Wordt ook grotendeels dezelfde kleur. Er komen minder parkeerplaatsen. Er komt meer groen. Ja, en ja, al met al een verbetering voor het centrum hier. Wat vindt u ervan dat het nu doorgevoerd gaat worden? Nou, daar ben ik heel blij mee. En ja, ik hoop dat het ook wordt zoals wij voor ogen hebben. En wat ik net al in het inleidende praatje vertelde, dat is dat we dan toch de vinger aan de pols houden. Omdat in het gehele plan wat we gepresenteerd hebben, ook de aanloopstraten meegenomen waren. En helaas is daar nu geen geld voor, maar daar gaan we wel mee aan de slag op het moment dat de gemeente daaraan wil beginnen. En daarmee zijn we al aan het einde van dit weekoverzicht. Nog een fijn weekend, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.